Hans. Ruus. Hey. Daar ben ik weer eens, man. Het is een te warme dag om te werken eigenlijk. Wel, wat doen we hier, zou ik bijna zeggen. Ja. Nee, ik heb een liedje gehoord. Ik stapte bij Donnie in de auto. Ja. En die had gek genoeg een nummer van Elvis opstaan. Mm-hmm. Zijn relatie is een beetje aan het wankelen. Ik zeg, Don, je bent 20, zit jij nou naar Elvis te luisteren? Want normaal hebben ze van die andere... Ja, gezellige dance. En toen hoorde ik waar het liedje over ging, Separate Ways. Mm-hmm. Komt uit 72. Ik ben dat een beetje gaan onderzoeken. En opeens ben ik ook een beetje verliefd geraakt op dat liedje. Ja. Dus ik denk, ik kom eens naar je toe. Ik heb het onderzocht. Het is geschreven door een vriend van Elvis, Red West. Dat was een acteur, maar ook een stuntman. Mm-hmm. Daar ging hij ook wel privé mee om. En in die scheiding met Priscilla. De scheiding was nog niet uitgesproken, maar er was wel sprake van. Heeft hij op een gegeven moment zijn gitaar uit de auto gepakt. En hij zei, ik heb een nummer geschreven, dat gaat over jouw scheiding. Nou, Elvis die hoorde het. En wat ik er dan van gelezen heb, zei hij, ja, maar dit wil ik de eerste maanden niet zingen. Is te heftig, dit kwam te dichtbij. Ja, ja, ja. Dus, maar als we er even naar kijken, op een gegeven moment zijn ze met die begeleidingsgroep van hem, hè, zijn ze in studio ingegaan. En dat zijn de leuke beelden. Ik ben benieuwd. Dan gaan we het een paar keer missen en zo. En dat is hartstikke leuk om te zien. Ik pak even YouTube erbij. Is er een speciale versie die... Ja, ik denk als je er live achter zet... Oh, moet ik het wel goed spellen, sorry. Separate Ways live, dan zie je ze in die studio bezig. Dan voel je dat nummer tot stand komen. Live. Ik denk dat hem is. Ja? Ja. Beetje geluid. Reclametje vooraf of niet? Nee. Ja. Ah, ja. It seems a little bit slow in there. Kijk, dat vind ik niet te langzaam. Ja. Apparatuur. Geweldig, hè? Prachtig. Sure. Thank you. Meteen allemaal weer. Ja, ja, absoluut. Absoluut. I see a change. It's coming to our lives. Geweldig. Ja. It's not the same as it used to be. And it's not too late to realize our mistake. We're just not right for each other. Ja. Hij houdt hem in de gaten. Ja, ja, ja. Kijk, dan zie je ook die blik tussen hun twee. Ja. Love has slipped away. Glimlach. Ja. Van nu gaat het goed. Ja, ja, ja. Almost seem like strangers. Grote tapes. Ah, prachtig. All that's left between us are the memories we share. Times we thought we cared for each other. Moeten wij dan ook zo'n bril op, of niet? Oh, jij hebt al een bril op. Ik heb een bril op, maar jij moet ook. Oh, wacht even. Ah ja, kijk. Hij hangt klaar hoor, Hans. Dat is hem. Pick up all the pieces. Wat wordt die van mij dan? Dan wordt het, gaan we een hele toon naar beneden, wordt het D. I see a change coming to our lives. It's not the same as it used to be. And it's not too late to realize our mistake. We just don't write for each other. Ja, dan blijft hij heel klein. Dat lijkt me heel mooi. Moet je proberen? Ja, absoluut. Dat gaan wij doen.
printjes uitgeprint. Dus, Oké. Ik ga hem gewoon laten lopen, dan kan je even wennen aan het geluid van de band. Another love will find.